In Gemeente Nieuws, het voorlezingsprogramma van de gemeente Zomeren, dit keer aandacht voor het Energiehuis Slim Wonen. De gemeente Zomeren is aangesloten bij het Energiehuis Slim Wonen. Bij het Energiehuis kan iedereen terecht voor gratis onafhankelijke en deskundige voorlichting over slim energie besparen. Wethouder Willem van Doren, coördinator van het Energiehuis Slim Wonen Caspar Eras en energiecoach Jos van Veldhoven uit Zomeren vertellen deze uitzending voor wie het Energiehuis bestemd is en wat het Energiehuis voor jou kan betekenen. Wethouder Willem van Doren vertelt waarom dit energiehuis is opgericht. Nou, het Energiehuis Slim Wonen is opgericht 2 jaar geleden door de 8 gemeenten. Om eigenlijk te voldoen aan de klimaatdoelstelling. 8 gemeenten van de regio, denk ik. 8 gemeenten uit de regio. Ja. Van tevoren was het al Energiehuis Helmond. En de 7 gemeenten zijn daarbij aangesloten. Ja. Want we hebben een klimaatdoelstelling, die hebben we te behalen om te voorkomen dat de aarde te veel opwarmt. En daar doen overheden aan mee. Daar doen, het bedrijfsleven doet daar aan mee. Maatschappelijke organisaties doen daar aan mee. En op deze manier doen wij als gemeente ook mee aan die klimaatdoelstelling. En het is echt bedoeld voor de mensen om laagdrempelig hier informatie te kunnen krijgen over hoe zij in hun situatie hun huis kunnen verduurzamen. Want het is ontzettend belangrijk dat wij aan die CO2-doelstellingen komen. Maar tegenwoordig is het ook ontzettend belangrijk om te besparen op je energielasten. Ja. Er zijn eigenlijk 2 vliegen in 1 klap die we hier eigenlijk meevangen. Dus wat dat betreft is het heel mooi dat ze daar hier heel veel informatie over kunnen geven. Ja, en, ja, het is een beetje moeilijk, een moeilijke tijd, maar het is ook een tijd, je hebt eigenlijk de wind mee. Hè? Ja. In deze tijd. Nou ja, qua verduurzamen, ja. Wat verduurzamen betreft wel. Want van tevoren, 2 jaar geleden, was het nog een beetje een moeilijk verhaal. Hè? Dan was het meer, dan deed je het specifiek voor het milieu, specifiek voor het klimaat. Maar momenteel raakt het ook meteen in de portemonnee. Ja. Dus mensen zijn veel meer na gaan denken over hoe dat kan. Nou, en voor Zomeren hebben we op dit moment 6 energiecoaches en 5 bespaarcoaches in het werk. Die via Energiehuis Slim Wonen aan het werk zijn. En die kunnen de mensen in Zomeren benaderen voor advies. Een eigen woningscan, kleine maatregelen. Maar ze kunnen ook hier naar het Energiehuis in Helmond komen om een uitgebreider advies te kijken, inspiratie op te doen. De boilers, de zonnepanelen, isolatie, nieuwe technieken, oudere technieken. Het is hier allemaal verzameld. Ze hebben heel deskundig advies waar ze hiermee om kunnen gaan. Wat zijn er wel genoeg energiecoaches? Nou, op dit moment hebben we een aanwas aan energiecoaches, maar we zijn altijd nog op zoek naar nieuwe, meer enthousiaste energie- en bespaarcoaches. Dus vandaar dat we ook graag een oproep doen aan iedereen die thuis al goed bezig is met verduurzamen, die al heel goed op weg is en denkt, ik kan andere mensen helpen in diezelfde tocht te doorlopen. Nou, meld je dan aan als bespaarcoach, meld je aan als energiecoach, dan kunnen we allemaal in Zomeren heel goed gebruiken. Caspar Eras, je bent de coördinator van het Energiehuis Slim Wonen. Toen ik de eerste keer binnenkwam, dacht ik meteen dat is een winkel, maar dat is het niet. Nee, het is eigenlijk een informatiecentrum, een voorlichtingscentrum voor bewoners over energie besparen en energie opwekken. Ja, wat kom ik hier allemaal tegen? Je komt hier alles tegen wat nodig is voor huiseigenaren vooral ook. Hè, om te isoleren, te ventileren, zonnepanelen, warmtepompen. Dus alles wat nodig is om energie op te wekken of energie vooral te besparen in je woning. Dus u doet dan demonstraties? Wij doen demonstraties, maar dat doen we eigenlijk in de vorm van gratis themabijeenkomsten voor bewoners. Hè, dus, en dat is een themabijeenkomst warmtepompen, een themabijeenkomst zonnepanelen, slim isoleren, slim ventileren. Dus elke week is er wel een thema. Ga naar de website, naar agenda en daar zie je alle themabijeenkomsten. En we doen ook een workshop om je eigen huis te leren kennen en een verbeterplan voor je eigen huis te maken. Die is heel erg populair. Dus op de website is dat een zelftest. Dat heet Woning Quickscan met verbeterplan. Ja, zo'n Woning Quickscan is een met zo'n metertje? Nee, dan voer je gegevens van je huis in en daarna ga je zelf kijken van god, dan score je eigenlijk je huis. Hoe goed is mijn huis geïsoleerd of is mijn installatie oud of nieuw? En afhankelijk daarvan krijg je dus, maak je een verbeterplan voor je eigen woning. Ja, ik kan me voorstellen dat u in deze tijd het heel erg druk heeft hier. Ja, de dienstverlening is verdriedubbeld. Ja? En gelukkig hebben we ook nu wel bijna 100 energiecoaches hier in de regio. Die bewoners en vooral huiseigenaren helpen met het verduurzamen.
Dus we zijn online heel goed bereikbaar met een hele slimme website. We hebben al 12.000 bezoekers gehad, unieke bezoekers. En meer dan 3500 mensen hebben dus zo'n quickscan gedaan met verbeterplan. Dus dat kun je vandaag, morgen zelf doen als je dat wil voor je eigen woning. Dus op alle manieren verdubbelt de dienstverlening. Ja. Alle dienstverlening is gratis? Bijna alle dienstverlening is gratis. Behalve het huisbezoek een huisbezoek doen we bij warmtebeeldcamera's. Dat is nu in de winter. En in sommige gemeenten doen we ook huisbezoeken met energiecoaches. En dan vragen we 10 euro voor reiskosten eigenlijk voor de energiecoach. Ja, ik kan me voorstellen dat u dan samenwerkt met allerlei bedrijven die in die sector bezig zijn. Nou, wij werken niet samen in de zin van wij zijn onafhankelijk. Dus we zijn echt een informatiecentrum. Hè. Wij doen het namens de 8 gemeenten. Dus wij verwijzen niet naar één specifiek bedrijf. Dat doen wij niet, bewust niet, want we willen onafhankelijk blijven. Maar we geven wel aan wat er nodig is. En je kunt via onze website wel op zoek naar meerdere bedrijven in de regio. Bijvoorbeeld voor isoleren of voor zonnepanelen. Of dat soort maatregelen. Ja, en u heeft overal antwoord op? We hebben bijna overal antwoord op. En we hebben zoveel kennis intussen opgebouwd. We bestaan van origine al 5 jaar. En nu het in deze vorm voor de 8 gemeenten al 2 jaar. En we hebben 100 deskundige energiecoaches. Dus er is altijd iets, altijd is het op te zoeken. Wat is de meest gestelde vraag? De meest gestelde vraag, hoe kan ik mijn energierekening naar beneden krijgen? En vooral mijn gasrekening. En dat begint met isoleren. Bij oudere huizen. Hè. Dus is je huis ouder dan 1990, maak dan die quickscan. Is hij jonger, dan ga je meer naar installaties toe, naar zonnepanelen en warmtepompen. Je raadt de mensen eerst aan om naar zijn bijeenkomst te komen voordat je allerlei vragen gaat stellen via mail? Ja, je kunt naar specifieke thema bijeenkomsten, maar eigenlijk is het fijner als je eerst je eigen huis een beetje leert kennen. Door zo'n quickscan te doen, hè. Die kun je of zelf doen. Of als je er niet uitkomt, kun je ook naar een workshop komen. Dat kan of hier in de regio. En soms kunnen we ze ook organiseren lokaal in zomeren. En dan kun je met je eigen gegevens naar die workshop komen. En dan helpen we jou die quickscan en dat verbeterplan te maken. En van daaruit komt vaak de vraag van, bij mij komt eruit dat ik iets moet met warmtepompen. En dan pas ga je eigenlijk naar de warmtepomp thema bijeenkomst. Zo werkt het in de praktijk. De energiecoaches helpen je daarmee. Ja, en de mensen moeten naar zijn eigen gemeente gaan vragen of kunnen ze ook overal terecht waar jullie zijn? Nou, hier de themabijeenkomsten zijn regionaal. Hè. Elke week wordt hier in Helmond en Energiehuis een thema behandeld. Daar mag iedereen het zomer ook naartoe komen, dus dat is geen probleem. En we gaan waarschijnlijk ook volgend jaar samen met de energiecoaches in zomeren ook lokale bijeenkomsten organiseren. Maar dat gaat nog in overleg. Energiecoach, dat is iemand die op een gegeven moment informatie geeft aan bewoners om te proberen de energie die ze, dus zeg maar de kosten die ze maken, jaarlijks gas, elektriciteit, om die terug te dringen. Om een besparing te maken. En hoe ben je daar geworden? Ik ben er geworden door de advertentie in het Zomers Contact, onze dorpblad in Zomeren. En daar heb ik bij gemeente allerlei, kwam ik de advertentie tegen. En jouw achtergrond was ook in de... Ik zit in de elektrotechniek. Ah. Of ik zat, want ik ben voor gepensioneerd, dus dan ga je ook van alles zoeken om vrije tijd in te vullen. En je hebt overal verstand van? Nou, niet overal, maar wel veel. Ja. Elektra en ook van de bouw. Ja. Dus je hebt geen cursus hoeven te volgen? Jawel, ik heb de bespaarcoachcursus en naderhand de energiecoachcursus gevolgd. Ja, nu noem je bespaarcoach, is iets anders dan een energiecoach. Dat is ietsjes een lagere klasse, zeg maar, dan is meer op de verlichting. Dat is een beetje een simpele cursus, dat duurt maar 3 avonden. En dan kun je ook de mensen op een gegeven moment een voorlichting geven en advies. Maar een energiecoach, dan heb je nog wat meer. Dan ga je hier naar warmtepompen toe. Ja. Dan ga je naar de zonnepanelen, isolatie, noem maar op. Ja, dus je hebt er nou heel veel verstand van in de jaren tijd. Ik heb de laatste tijd veel geleerd gehad, maar ik moet nog veel leren hoor. Ja, je bent dus iemand die op pad gaat? Die op pad gaat? Ja, op pad gaan nog niet, want dat willen we dadelijk wel gaan doen. Dat we de mensen thuis opzoeken. Ja. Ook met de warmtebeeldcamera dadelijk, want dan kunnen we een buitenscan doen. Dat is zeker als het hartje winter is, goed koud buiten, binnen lekker opstoken. En dan kunnen we zien waar de warmte naar buiten treedt. Ja, maar goed, als ik Jos Verveld al als energiecoach wil hebben, waar moet ik dan naartoe? Moet ik dan naar jou toe? Of dan kun je gemeentehuis of naar het energiehuis? Nou, ik ben sinds kort ben ik ook teamleider geworden.
Dus het kan gewoon via de teamleider, maar het kan ook naar de gemeente toe. Ja. Maar de inloop in de bibliotheek in zomer, die kun je altijd zo vrij binnenlopen als er dus een spreekuur is. Ja. En dat is altijd de tweede en de vierde zaterdag van de maand. En hoe is de opkomst? Wordt redelijk goed. Gemiddeld 7, 8 bezoekers. Of samen of alleen, maar... Ja. Dus ze weten je te vinden? Ze weten ons wel te vinden. Ja. En zet ons, hoeveel zijn dat er? Hoeveel energie? Nou, we zijn op het moment nog maar 2 energiecoaches die dus echt volop zaterdagsmorgens dan aanwezig zijn. Ja. We hebben wel een paar meer, maar die zitten met zijn werk nog, die werken nog. En je kan er wel meer gebruiken? Ja, die gaan we dadelijk toch wel meer gebruiken. Maar we hebben nu inmiddels ontierlijk 5, 6 bespaarcoaches. Die gaan nu dadelijk over een paar maanden de energiecoach volgen. Ja. En dan hebben we weer een flinke aanwas. Dus die gaan promoveren? Ja, die gaan dat promoveren. En je hebt de top al bereikt? Ja, nou, ik heb de top nog niet bereikt. Maar we zijn energiecoach, maar er valt nog veel te leren. Dus ja. We moeten ook alle nieuws bijhouden. En ook de inloop hier doe ik ook dan nog. Elke maand 1 keer, ik ben er 4 keer geweest. Maar dan leer je ook met de mensen te praten. Je weet hoe je omgaat met de bezoekers. Hm. En ook de informatie die je er dan bij haalt. Ja. Op zijn spreekuur komen wel mensen die net als ik nergens verstand van hebben? En dan... Nou, er zijn wel mensen die wel verstand hebben, maar alleen misschien niet op de juiste wijze van waar het over gaat. Ja. En door de gesprekken komen er dan dingen naar voren en dan gaan we die verder uitpluizen. Ja, want het gaat nu vooral over de gasrekening, denk ik, of niet? Gas elektriciteit. En we vragen ook altijd van de mensen, breng dan ook jouw energierekening, die jaarafrekening mee. Kunnen we die even doorlopen en hebben we een idee van, je zit wel ontiegelijk hoog of je zit goed. Ja, maar het mooiste is natuurlijk als je dan bij die mensen kan gaan kijken en kan je meteen zien wat er fout zit. Nou, ik ben al bij verschillende mensen geweest, maar dat zijn eigenlijk kennissen. Vooral om zelf ook meer ervaring op te doen naar de mensen toe. En dat zijn dan vaak familieleden of noem maar op. Ja. Maar het is wel de bedoeling dat het dadelijk komt. Maar ja, dan moeten de mensen dus wel een vergoeding voor betalen. Ja. Dat kost eenmalig dan 10 euro en dan krijg je dus een bezoek thuis. Ja, maar je kan heel snel iets verbeteren, maar het is heel simpel, hè? Ja. Het hoeft niet helemaal moeilijk te zijn. Nee, het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Je kan al beginnen met zorgen dat je al goede ledverlichting in je huis hebt. Dat is al het eerste punt. En dan zorgen dat je dus het huis de tocht tegenhoudt. Want warmte wil naar buiten en die moet je binnenhouden. Ja. Wel op tijd ventileren, want dat is wel gezond. Ja. Het kan zijn dat je het heel druk gaat krijgen, Jos. Ja, nou goed. Daar hebben we die opleiding voor gevolgd dus. En we zijn met veel man dus. Ja. Als mensen interesse hebben om een energiecoach te worden. Hè, er komt binnenkort een advertentie in het contact. Hier in Helmond wordt ook alle 8 gemeentes die maken op tijd al reclame ervoor. Dat de energie- en bespaarcoaches opleiding gaan, die organiseert hier het Energie Slim Wonen in Helmond. En daar kunnen ze zich bij aanmelden. Zo heb ik het zelf ook gedaan dus. Wat houden al deze informatie, heeft ze nog een extra boodschap voor de inwoners van Zomer? Ja, uiteraard. Voor iedereen die aan het nadenken is over verduurzamen, over hoe ze op zijn eigen manier hoogdrempelig, laagdrempelig hun energie willen verlagen, kunnen ze hier een afspraak maken. Ze kunnen ook naar de www.energiehuisslimwonen.nl gaan. En daar kunnen ze eigenlijk hele slimme tips ophalen.